Nou, welkom op vlog 1. We zijn hier. Jonge. Joko heeft het super erg naar zijn zin in de auto. Of niet? Nee. Helemaal gebroken. We gaan nu even lekker eten. Zitten we met onze broodjes? Zit er op jouw broodje? Zoiets op. Taak. Nee, helemaal goed hoor. Nou, we zitten hier lekker in de regen. In de Alpen. Prachtig weer. Lekker te avond eten. Wat heb je? En mozzarella en tomaat, brood, panini. En ik heb lekker een broodje. Nou, eet smakelijk, hè? Dankjewel. Nou, hallo allemaal. Wij zijn hier in Slovenië. We hebben een lekker appartementje. En kijk maar even, ik zal hem even laten zien. Alleen de camera. Het is wel een beetje oudbollig. Oudbollig. Maar maakt niet uit. Nu gaan we lekker slapen. Tot rusten! Vergeet niet te liken en subscriben. En druk op het belletje als je een notificatie wil krijgen elke keer dat we uploaden. Peace out! Nou, hallo allemaal! Zeg even hallo. Hallo. We zijn hier vandaag in Slovenië. Bij een appartementje. Oh, wacht, heb ik Chris al verteld? Ja. Oh, kijk, dit is een courgetteplant. Die heb ik ook. En we zijn vandaag bij appartementie Soberafba geweest. Zo goed. En nu gaan we even naar het dorpje. Nou, dit is Slovenië. Dit is het meer van het monster van Loch Ness, volgens Maxime. Oh, kijk nou. Niet je telefoon erin laten vallen. Nee. Ja, de ene vinger helpt. Kijk die eentjes. Hallo, welkom terug. Leuk dat je kijkt naar onze vlog in Kroatië. We zijn in Kroatië. Zie je lekker warm. Het is hier lekker warm. Lekker winderig. We zijn lekker broodje weer aan het eten. Doei! Hallo allemaal! We zijn met de vlog in Dubrovnovic. Dubrovnik. Nou, dit is het appartementje. Mijn badkamer. En dan lopen we verder. En dan de huiskamer. Ook al. Slaapkamer. En we hebben ook nog een privé-keuken. Hallo, we zijn hier bij het strand. Hallo allemaal, welkom bij de vlog op dinsdag in Dubrovnik. We zijn aan het wandelen. Lekker naar de Old Town. Ja, heel goed. Naar King's Landing. En het is echt heel warm. Nou, hallo. Bij de zoveelste vlog. We zijn nu in Dubrovnik. En we zijn hier lekker aan het zitten. Bij de haven.
welkom bij de vlog in Šibenik. Svanič. We zijn lekker over de promenade aan het lopen. En we hebben gezien welke boot we gaan kopen. Ja, mooie jacht. Grote jacht. En nu gaan we een ijsje zoeken. Moet je even praten tegen de volgende? Oh ja, oh ja. Welkom. Welkom. Vandaag zijn we lekker aan het zwemmen. Het is namelijk... En waar zijn we? 95 graden. En waar zijn we? Šibenik. Kan je moet je even daar laten zien? Dat is de oldtimer. Nee, daar. Oh, je vergeet mij. Ik moet er wel op. En daarbovenop zie je het oude pop. En daar zie je ook de kathedraal. Ik weet even niet van wie die was, maar... Catharina? Nee. Van mijn kakkel? Nee, Sint-Peter of zo. Sint-Pieter uit Rome. Peter? Sint-Peter. Ik weet niet. Maar ja, nu gaan we even aan het zwemmen. En we moesten daar wel 20 minuten lopen. Door 35 graden. En we moesten daarna ook nog de luchtband opblazen. Maar het is gelukt. Tot snel! Ja, doe het maar eens even vertellen aan de kijkers. Het wil rare fratsje net allemaal weer uit te halen. Ja, dit is het lichtje wat ik van de ober heb gekregen. En dit was mijn eten. Ik heb nog nooit zoveel risotto gezien met mijn leven. Zwarte risotto. En ik ben net gestoken door een muur. Dus nu heb ik citroen op mijn benen aan. Goedemorgen bij een nieuwe aflevering van Il Corona en Spikkelbeer in Kroatië. Nou, we zijn vandaag lekker hike aan het doen. In het watervallenpark. Ah. En we mogen alleen niet zwemmen. We hebben allebei die hele, heb ik mijn hele bikini aangedaan. Ilke is een zwembroek meegenomen, mogen we niet zwemmen. Maar goed, we zijn hier in 17 watervallen. En dan gaan we daarna, als het niet te warm is, gaan we nog een stukje rijden naar de bovenkant van het park. En daar is nog een mooie waterval. En ik hou jullie op de hoogte. Daar ging ook al bijna. Ik hou jullie op de hoogte. Hallo, we zijn bij de watervallen. Wil je nog wat zetten? Nee. Oké, ga je daar naartoe? Naar de volgende park. De volgende park. Iedereen die bij deze trip hoort, even melden. Ja, ik ben er. Ja, welkom allemaal weer. We zijn nu bij het tweede watervallenpark. We hebben net even afgekoeld bij een stukje thee, meer. Nu gaan we in 25 minuutjes even over de kettingwaterval lopen. De necklace in het Engels. Je hebt ook nog een grot hierboven, maar die is 555 meter breed is omhoog. Moeten we inchecken? Ja, gaan we. Oké, welkom bij de citroen challenge. Het is gewoon een tikkie uit de challenge, hoor. Zuiging. Ik ga hem eten. Ja,
zuur, of niet? Niet zuur. Hij is gelukt. Welkom bij Maximus Weerbericht. We zijn hier vandaag bij de Tullove Grede. En het is nu zonnig, maar neem voor zekerheid je pak nu mee. Je weet nooit wanneer het ineens kan gaan regenen. Verder is het hier 28 graden. En ja, dat blijft het ook. Met een beetje op. Dankjewel voor het kijken. Dan draai je hier. Zeker. 20 km per uur. Maar dat gaat niet, want dan vliegen de stenen door je ruit. Zo, die auto. Jezus. Daar ging iets niet zo goed. Heb je weer een update voor het weerbericht? Ja, deze keer wel de paraplu mee. Want? De wind is gestopt. Het is nu aan het regenen. Dus neem je paraplu mee. Oké. Okay. Waar zijn we? In de chocoladefabriek. Fabriek? Ja. Zo'n chocoladefabriek. Zit ook met de chocolade. Hey, we zijn vandaag in het chocolademuseum. En dit is ons toegangspas. En pas? Dit is de pas. Ja. Dit was de cacaoboon. Hier mochten we hele zure chocola proeven. Er zat nog helemaal geen suiker bij of iets anders. Het was niet zo. Nou, trouwens was suiker niet zo vies. Heel veel vond het niet zo lekker. Toen kregen we hele pure chocola. Hier mochten we alle drie, dus wit, melk en puur proberen. Hier hebben we Belgische melkchocola. En hier Belgische witte chocola. En nu gaan we naar de vierde soort chocola. In de volgende kamer. Maar dat gaan we wel eens pakken. Oei. Hmm. Ja, dat is lekker. Wat was dat? Nou, wat zeggen we dan? Doei. En? Dankjewel. En? Goed kijken. En? Like en subscribe. Ja, en? Belletje. Belletje.